Nou, zo een tijdje geleden. Ik ben eigenlijk samen met Mark Schreuder, mijn vorige zakenpartner, bezig geweest met Tango, de onbemande tankstations. Dat hebben we toen uitgebreid. Daarna zijn we Roetmobiel gestart. Hebben nog allerlei dingen ook gedaan in de vorm van investeren in jonge kleine bedrijven. En eigenlijk een aantal jaar geleden ben ik door Joris Bekkers en Frederik Nieuwhuis benaderd om mee te gaan doen met Picnic. Nou, daar hebben we toen best wel wat voor geklust. Toen zijn we gepiloten in 2015. En nu staan we vandaag hier. Nou, wat ontzettend leuk is dat mensen super geïnteresseerd iets kunt vertellen hoe het opgezet is, hoe het achter de schermen zeg maar gebeurt. Kijk je in de keuken. En eigenlijk je daar voorbereiden betekent eigenlijk begrijpen wie er in de zaal zit, wat leuk is om te vertellen. En dat doe ik dan. Nou, ik denk wat je vaak ziet is ondernemerschap, groeiverhalen, dat is een inspiratie voor iemand. Het zal niet zo zijn misschien dat ze allemaal morgen ook een supermarkt gaan starten. Maar misschien in hun eigen bedrijf dat ze even nadenken over, hey, dat verhaal past eigenlijk heel goed bij het probleem waar ik mee zit of de uitdaging. Dus misschien kan ik er iets van opsteken en word ik een beetje geïnspireerd. Dat hopen we dan maar. Hè? Ondernemen betekent natuurlijk risico nemen aan de ene kant, maar ook ontzettend veel plezier als iets lukt. Daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Je probeert iets heel ambitieus, iets nieuws op te zetten. Als het dan lukt, of elementen daarvan lukken waarmee je verder kan, dat is eigenlijk de lol van het ondernemen.